naar de laatste kilometers naar de grens met Guatemala. Ciudad Cuauhtémoc moeten we nog voorbij komen. En dan is het dus de bergen in. We zijn vandaag 17 januari 2009. We staan hier aan de grens tussen Guatemala en Mexico. En op dit ogenblik worden de wielen gedesinfecteerd voor het rondebedrag van 18 quetzales. Of omgerekend, even denken, 35 pesos. Dus pakken we het 2 euro. We staan hier dus aan de drukke grens van La Mesilla. Aan de Guatemalteekse kant al. Net onder de wolken, in de bergen van Huehuetenango, de provincie Huehuetenango althans. We gaan nog verder naar San Mateo. Dat is de bedoeling in ieder geval. Dat zal nog een eindje rijden zijn. N9, de 9N Highway. We zijn op weg naar Barrias van San Mateo. Zoals je ziet, is het weer slecht, slecht weer. De baan is ook niet in de beste staat. Maar Homer reist in ieder geval mee. Hey Homer, alles oké, okay, Homer? Ja. Hier is de Laguna La Chua. Nogmaals. We zijn omgeven door dichte jungle.